Dit is Parotia persica, oftewel Perzisch ijsruit in het Nederlands. Het is een boom die oorspronkelijk afkomstig is uit het voormalige Perzië, dus het noorden van Iran en uit het zuiden van Rusland. Het is een boom die op goede vochthoudende grond moet groeien en hij houdt niet van verharding. De bladeren die zijn glad en een beetje gegolfd aan de randen. En die bladeren die verkleuren later in de zomer en dan heel vroeg in het najaar naar rood-purper. Ook bloeit hij heel erg mooi in het voorjaar, in het vroege voorjaar wel te verstaan. Dus hij krijgt al kleine rode bloemetjes aan het eind van februari of begin van maart. Dan is de kroon ook echt helemaal bedekt met bloemen. Een heel ander opvallend kenmerk van de Parotia is dat hij een hele mooie afschilferende stam heeft. En dat ziet er ook echt heel fraai uit. In de zomer ziet het er mooi uit met zijn bladeren, maar zijn wintersilhouet is zelfs nog mooier, vind ik. Het is echt een hele veelzijdige boom die niet te groot wordt, 7 tot 10 meter maximaal, dus ook heel goed toe te passen in een kleine tuin. Maar ook vormsnoei verdraagt hij heel goed en het is ook een hele mooie meerstammige struik. Mooie boom, Parotia persica.